Goeiedag allemaal, welkom bij het college over farmacotherapie bij astma en COPD. Mijn naam is Erik Donker en ik ben arts, klinisch farmacoloog in opleiding bij de sectie farmacotherapie en geef daarbij ook veel onderwijs. En vandaag gaan we het dus hebben over de farmacotherapie bij astma en COPD. Voordat ik daar diep op in wil gaan, dus echt over wanneer je nou welk middel gaat kiezen, ga ik eerst wat achtergrondinformatie vertellen. En daarbij wil ik graag beginnen met een aantal cijfers. Namelijk over de cijfers over de astma- en COPD-medicatie. Als we eens kijken naar waar ons geld naar uitgaat, dus wat zijn nou de medicijnen die veel geld kosten, staat bovenaan de Orkambi, jullie misschien wel bekend, wat gegeven wordt bij de Thijs-slijmziekte. Maar kijken we naar nummer 2 en naar nummer 7, dan zijn dat de tiotropium en de formoterol met de beclometasone. En dit zijn geneesmiddelen die we geven bij astma en COPD. Dus dit zijn geneesmiddelen waar we veel geld aan uitgeven. En gelukkig is dat de afgelopen jaren al iets achteruit gegaan. Want volgens mij een paar jaar terug stonden hier zelfs al 3 of 4 geneesmiddelen in die we bij astma en COPD geven. Maar toch, we geven er nog steeds veel geld aan uit. We geven niet alleen veel geld aan uit, maar het wordt ook veel gebruikt. Als we kijken naar de geneesmiddelen die het meest worden gebruikt door de mensen in Nederland, dan staat de Macrogol op nummer 1. En op nummer 10 staat de salbutamol. Dus alleen van salbutamol al zijn er al 870.000 gebruikers in Nederland. En dit toont voor mij in ieder geval meteen aan waarom het van belang is om kennis te hebben over deze geneesmiddelen. 1. Omdat het er dus veel geld naar uitgaat. Maar 2. Ook omdat het veel wordt gebruikt. Dus in de dagelijkse praktijk zou je ongetwijfeld geregeld dit soort geneesmiddelen te zien krijgen. Dus daarom moeten we er wat van weten. Nou, hoe gaat de presentatie er verder uitzien? Ik zal zo beginnen met wat iets over de pathofysiologie. De casus sla ik even over, die komt aan het einde. Ik ga wat verder over de oorzaken en de klachten. Vervolgens, stel we krijgen zo'n patiënt met astma of COPD, wat willen we dan eigenlijk bereiken? En vervolgens, hoe gaan we dat bereiken? Dus, wat zijn de mogelijkheden? Wat zegt het standaardtherapie eigenlijk? En wanneer kiezen we nou voor welk geneesmiddel? En waar moeten we op letten om het veilig te kunnen voorschrijven? Vervolgens geef ik wat informatie over wat je aan de patiënt kan meegeven en iets over hoe we deze patiënten dan gaan controleren. Dus allereerst iets over de pathofysiologie. Hier zie je schematisch, heel schematisch, een rechterlong met daarbij een bronchie. En je ziet dat dat mooi eruit ziet. Hè? Dus dat, je kan je voorstellen dat hier gemakkelijk lucht doorheen kan stromen. Helaas is dat niet altijd het geval bij patiënten met astma. Bij patiënten met astma ziet het soms ook wel eens op deze manier uit. En wat je opvalt is dat er zwelling is, uiteen. Nou, dat er iets groenigs is, hè, de slijmvorming. En dat die spiertjes toch wat nauwer staan dan in die mooie long aan de rechterkant. Oftewel bronchoconstrictie. En dit tezamen, dus dat slijmvorming, uiteenvorming en die bronchoconstrictie, geven een bronchusobstructie. Ofwel, het lucht kan er niet meer goed doorheen stromen. En dat kan natuurlijk klachten geven. Daar kom ik zo op terug. Nou, de definitie van astma hebben we dan ook al bijna helemaal kunnen omvatten. Het enige wat ik nog niet had gezegd is dat deze bronchusobstructie komt en gaat, oftewel het is reversibel. Dus die bronchoconstrictie, die uiteenvorming in wand- en slijmvlies en slijmvorming is niet continu aanwezig, maar dat komt en gaat. Hoe ontstaat dit nou? Dit ontstaat door hyperreactiviteit op ofwel allergische prikkels, ofwel op niet-allergische prikkels. Nou, die allergische prikkels zijn denk ik wel bekend, bijvoorbeeld op dieren of huisstofmijt. En die niet-allergische prikkels, dan moet je denken aan inspanning. Dus de inspanningsastma is denk ik bij de meesten wel bekend. Maar ook rook, fijnstof en virale infecties. Dus ook een verkoudheid kan zo'n astma-aanval of zo'n bronchusobstructie uitlokken. En die hyperreactiviteit, dat zorgt voor het vrijkomen van histamines, cytokines en leukotrienen.
En met name de leukotriene is nog wel een interessante waar we zo meteen later in deze presentatie nog op terugkomen. Nou, dat is astma. Dan is het natuurlijk ook nog COPD. En als we dat eens gaan vergelijken, heb ik hier een mooi tabelletje uit de NAG meegenomen. Dus die kan je gewoon ook zelf thuis opzoeken. En wat opvalt is dat de belangrijkste risicofactor voor astma is atopie. En atopie wil zeggen dat je er aanleg voor hebt. We kennen alle misschien wel het atopisch syndroom. Ofwel dat je eczeem hebt, astma en hooikoorts, dus allergie. En bij COPD is de belangrijkste risicofactor roken uiteraard. En daar kennen we eigenlijk geen aanleg voor. Op een paar uitzonderingen daar gelaten. Nou, bij astma is het kenmerkend dat die luchtwegobstructie, zoals ik net al zei, komt en gaat. Dus in de regel reversibel is. Bij COPD is het als per definitie irreversibel. Met andere woorden, dat gaat eigenlijk altijd achteruit. Dat wordt niet beter. Nou, pathofysiologisch zie je bij astma dat het toch wel een chronische ontsteking is. En dat het gevoelig is voor corticosteroïden. Dus daar komen we zo meteen op in de behandeling. En bij COPD is het ook een chronische ontsteking, maar dat is een stuk minder gevoelig voor corticosteroïden. En bij COPD is er naast die chronische ontsteking ook sprake van emfyseem. En emfyseem wil zeggen dat die elasticiteit van de longen verminderd is. Dus die longen kunnen minder goed samenknijpen, wordt met name het uitademen lastiger wordt bij COPD-patiënten naarmate dat vordert. Nou, astma komt voor op alle leeftijden. Daar laat ik zo meteen nog wat cijfers over zien. En COPD zien we natuurlijk over het algemeen bij de oudere mensen, of hier vanaf 40 jaar. Nou, beloop, astma over het algemeen gunstig, omdat het dus reversibel is. Hè. Mensen worden er ook niet jonger door. COPD daarentegen is echt dat irreversibele en een progressieve ziekte. Dus die longen gaan geleidelijk achteruit. En bij de een gaat dat natuurlijk sneller dan bij de ander. Nou, allergologisch onderzoek. Logisch hè, astma is dat natuurlijk geïndiceerd. Want zoals ik net al zei, wordt astma veroorzaakt door hyperreactiviteit op ofwel allergische reactie, of allergische prikkels of niet-allergische prikkels. Dus je bent wel benieuwd naar wat die allergische prikkels dan zijn bij een patiënt. Want dat heeft natuurlijk invloed op je niet-medicamenteuze therapie. COPD is dat niet geïndiceerd. Dat wordt niet uitgelokt door allergische prikkels. Nou, de longfunctie. Astma heeft algemeen normaal. Kan wel wat verminderd zijn. Maar wat in ieder geval kenmerkend is aan astma is dat het reversibel is. Die obstructie. Dus niet alleen reversibel met de tijd. Hè, dus dat die klachten komen en gaan. Maar ook reversibel als er klachten zijn of als die obstructie er is en je gebruikt bijvoorbeeld een salbutamol, een bronchusverwijder. Ook dan zie je dat die longen, dat die obstructie vermindert. Dus dat die longfunctie weer beter wordt. En bij COPD zien we dat die longfunctie eigenlijk blijvend verminderd is. Dus ook daar zien we die irreversibele obstructie in terug. Nou, levensverwachting, dat heb ik eigenlijk net al verteld, hè. Astma blijft ongeveer gelijk. Dus hetzelfde als iemand zonder astma. En bij COPD is het dus verminderd. Ook bij optimale behandeling. Belangrijk nog is, daar komen we zo meteen ook op terug bij de medicamenteuze therapie, is dat je bij astma vaak uitkomt op corticosteroïden. En bij COPD juist niet. Bij COPD kunnen corticosteroïden longontstekingen veroorzaken. Komen we zo op terug. Zoals beloofd zou ik nog wat cijfers laten zien. Astma komt ontzettend vaak voor. Hè? Ruim 600.000 mensen in Nederland hebben astma. En je ziet met name dat het wordt gediagnosticeerd bij kinderen. En wat wel opvallend is dat bij kinderen met name de jongetjes er last van hebben. En het dus wordt gediagnosticeerd. En naarmate de leeftijd vordert, met name vrouwen er klachten van hebben. Hoe dat precies komt, geen idee. Even kijken, ja, dus dat weet ik eigenlijk niet. Dan zien we dat veel ziekenhuisopnames zijn. Dus ongeveer 8000 per jaar door astma gerelateerde klachten.
Dus denk bijvoorbeeld aan astma-exacerbatie. Daar kunnen mensen goed ziek van worden en echt voor naar het ziekenhuis moeten. En die zorgkosten zijn best fors, hè? 470 miljoen euro door astma-gerelateerde klachten. En dat zit er met name natuurlijk in die medicatie. Dat liet ik net al een aantal cijfers over zien. Maar ook in die ziekenhuisopnames. Wat ik nog wilde zeggen over die prevalentie. Je kan er ook overheen groeien. Dus mensen kunnen er op kinderleeftijd veel last van krijgen of van hebben. Maar naarmate ze wat ouder worden, wordt dat minder. En dat zie je bij een groot deel van de kinderen gelukkig. Nou, wat voor klachten hebben deze mensen dan? Nou, het is natuurlijk periodiek, hè? Het komt en het gaat. Het is reversibel. En dat kan je onderdelen in een trias. Dus wat je met name ziet is kortademigheid of benauwdheid. Hoesten, wat al een tijdje aanhoudt, dus in ieder geval meer dan 3 weken. Dat, over het algemeen is dat productief, dat wil zeggen dat er meer slijm mee opkomt. En een expiratoire piepende ademhaling is erg kenmerkend voor astma. En hoe komt dat nou? Die bronchusobstructie zit in de diepere bronchiën, dus binnen in de thorax. En door bepaalde drukverschillen van binnen de thorax en buiten de thorax krijg je alleen een piepende ademhaling bij het uitademen. Daar ga ik verder niet dieper op in, op die drukverschillen, maar het is wel interessant om misschien een keertje door te nemen. Voor de diagnose astma heb je officieel een spirometrie nodig, dus zo'n longfunctietest. Nou, je kan je voorstellen dat er bij kinderen onder de 6 jaar, nou, misschien zelfs onder de 7 jaar, dat hangt natuurlijk een beetje van het kind af, is dat erg lastig om te verkrijgen, zo'n spirometrie. Die is vaak niet betrouwbaar. Dus bij deze kinderen kan je dan niet officieel de diagnose astma stellen. Maar dan noem je het een symptoomdiagnose, recidiverend expiratoire piepen, al dan niet met hoesten. En deze kinderen kan je wel gewoon behandelen als een astmapatiënt. En daar komen we zo meteen ook weer op terug. Nou, hoe maak je het nou waarschijnlijk of iemand astma heeft of niet? Dit is met name een tabel die je thuis een keertje goed kan doornemen. Waar het op uitkomt is dat je in ieder geval één van die 3 kenmerken wil hebben. Dus het piepen, het hoesten of die kortademigheid. En wat je vaak ziet is dat 's nachts de klachten wat erger zijn. En dat het komt door verschillende soorten prikkels. Treden de klachten namelijk op bij alleen een verkoudheid of bovenste luchtweginfectie. Of als er ook klachten zijn van duizeligheid, tinteling in de handen of voeten, ja, dan wordt het toch wat onwaarschijnlijker. En dat laatste, die tinteling in handen, voeten en mond, die kunnen natuurlijk duiden op bijvoorbeeld een hypoventilatie. Daar kan je ook benauwd van worden en zo'n pijn op de borst van krijgen. Neem dit dus thuis nog even een keertje door. Nou, stel je hebt dan een patiënt met astma, of een patiëntje in dit geval, deze dia gaat over de kinderen. Dan wil je natuurlijk weten of die astma goed onder controle is, ja of nee. En bij kinderen maken we gebruik van de GINA-richtlijn, de GINA-guidelines. En waar je dan naar kijkt zijn er symptomen overdag? Zijn er beperkingen in de activiteiten? Zijn er nachtelijke symptomen? Hoe vaak gebruikt de patiënt zijn of haar noodmedicatie? We gaan zo meteen in op wat die noodmedicatie dan is. En hoe ziet de spirometrie eruit? En aan de hand van deze score, of nou, hoe je dit invult, komt eruit of het volledig onder controle is, gedeeltelijk of onvoldoende onder controle. En in de praktijk hebben we het eigenlijk alleen nog maar over het is volledig onder controle of het is niet onder controle. En bij kinderen ben je namelijk geïnteresseerd in of het 's nachts optreedt en of de beperkingen zijn in de activiteiten. Nachtelijk omdat kinderen natuurlijk goed moeten slapen, die hebben slaap nodig voor de groei. Dus dat is iets wat je niet wil hebben, dat een kind 's nachts wakker wordt door benauwdheid of hoesten. Bij de volwassenen is daar kort geleden iets veranderd in de richtlijn. Ook in de therapie, maar ook in de indeling. Als je kijkt naar de NAG, zeggen zij, wil je bekijken of een patiënt goed onder controle is, dan moet je gebruik maken van de ACT-score, oftewel de astma-controlescore, of de ACQ
6 scoren. Hier heb ik ze even voor u op een dia gezet. Hoeft u zeker niet uit het hoofd te kennen. Maar wat natuurlijk wel meteen opvalt, is dat dit redelijk overeenkomt met het tabelletje van de kinderen. Dus hoeveel klachten heeft de patiënt? Hoe zijn de activiteiten? Volgens mij staat er ook nog ergens over 's nachts. Wordt u wakker van uw astmaklachten? En zo kom je op een bepaalde score uit. Bij die ACT gaat het erom, als het minder dan 20 is de score, nou, dan is het niet goed onder controle. En bij die ACQ6 scorenlijst, dan tel je alles bij elkaar op, deel je het door 7. En dan kom je uit op een score, is die onder de 0,75, dan is de astma goed onder controle. Voorheen, dus nog een paar maanden terug, hadden ze ook gewoon zo'n soort tabel in de NAG staan. En ik denk dat je die eigenlijk ook nog heel goed zou kunnen gebruiken. Maar strikt genomen zou dus die patiënt zelf de ACT-score of de ACQ6-score moeten laten invullen. Nou, dan heb je die patiënt gezien. Je hebt voor je hoe het onder controle is, ja of nee. En dan wil je natuurlijk een therapeutisch doel hebben van hoe ga ik deze patiënt behandelen? En waar ga ik dan allemaal op letten? Nou, wat je wil bereiken bij zo'n patiënt met astma is dat je natuurlijk de oorzaak wil wegnemen. De echte oorzaak is natuurlijk lastig, maar zoals we al hadden gezegd, die hyperreactiviteit kan je natuurlijk niet wegnemen. Maar wat je wel kan wegnemen zijn die prikkels, die allergische ofwel de niet-allergische prikkels. Denk dus aan de honden of katten of huis of meid. Nou, noem maar op, daar komen we zo meteen nog even op terug. Dus je wilt de oorzaken wegnemen. Daarnaast wil je dat die chronische ontsteking vermindert. En daarmee wil je dat er exacerbaties worden voorkomen. En je wilt natuurlijk dat die patiënt gewoon normaal kan leven. Dus zowel overdag als 's nachts zo min mogelijk of eigenlijk geen klachten heeft. En dat de patiënt gewoon goed kan blijven inspannen. En dat die longfunctie niet te veel achteruit gaat en nog normaal blijft. Nou, dus dat willen we bereiken. Hoe kunnen we dat doen? Nou, bij de behandeling vind ik het altijd heel belangrijk dat je eerst kijkt naar de niet-medicamenteuze adviezen die je kan geven. En daarna gaan we eens kijken naar de medicamenteuze adviezen. Bij niet-medicamenteus is dat vermijden van die allergenen ontzettend belangrijke. Huisdieren, verminderen van de huisstofmijt. Dat is nog wel een lastige. Er wordt wel eens gezegd dat je je huis kan saneren van huisstofmijt. Nou, het is toch wel bewezen dat eigenlijk niet te doen is. Dus zo'n huisstofmijt komt gewoon heel snel weer terug. Dus raad dat een patiënt alsjeblieft niet aan. Wat je natuurlijk wel kan aanraden is om speciale beddengoed te gebruiken van die hypoallergenen. Om de beddengoed elke 2 weken te wassen op minimaal 60 graden. En om het huis goed te laten doortochten en niet vochtig te houden. En daarnaast kan de patiënt natuurlijk ook irriterende stoffen vermijden. Stel dat het eigenlijk door sigaretten, zowel zelf roken als meeroken. En ook bij kinderen is dat meeroken ontzettend belangrijk. Er wordt wel eens gezegd door vaders of door moeders van ja, ik rook alleen buiten zonder dat mijn kind erbij is. Nou, ook dat is niet voldoende. Die sigarettenrook gaat in kleding zitten en ook daar kan een kind last van krijgen. Dus ontraad alsjeblieft ook het roken bij ouders. Daarnaast wordt als toevoeging nog vaak de influenza-vaccinatie gegeven. Zoals net al zeiden, kan ook een virale infectie astma uitlokken. Dus als je die kan voorkomen door de influenza-vaccinatie, dan heb je natuurlijk alweer wat gewonnen. En eventueel, als het niet zo duidelijk is waar de patiënt allergisch voor is, kan je een allergietest doen middels een RAST-test. Nou, als je dat allemaal hebt gedaan, ga je eigenlijk altijd ook wel iets medicamenteus geven. En hierin is het toch wat lastiger geworden met de nieuwe richtlijn. En die ga ik nu proberen te bespreken met u. Allereerst, uit wat voor middelen kunnen we kiezen? De eerste groep medicamenten die geschikt zijn voor astma en COPD zijn de beta-2-sympathicomimetica. En dan moet je denken aan salbutamol, salmeterol of tofurmeterol bijvoorbeeld.
Daarnaast kunnen we de parasympathische colitica geven, hypertropium of tiotropium. Of de inhalatie corticosteroïden, dus de beclometason, fluticason, budesonide. Dit zijn een paar voorbeelden. Dus er zijn binnen deze groepen nog meer voorbeelden te bedenken. Maar dit zijn toch wel degene die het meest worden voorgeschreven. En naast deze drie groepen zijn er ook nog wel een paar andere geneesmiddelen die gegeven kunnen worden bij astma, maar die zullen we niet behandelen op eentje na. De leukotriene receptorantagonisten. Nou, je zag al staan de beta-2-sympathico emetica en de parasympathico lytica. Zoals je wellicht nog weten, stamt dit vanuit het autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel kent twee banen, het sympathische systeem, het sympathische systeem en het parasympathische systeem. Sympathisch systeem wil zeggen dat wordt actief als je actief moet zijn. Dus als je moet gaan vechten of vluchten, je kan je voorstellen, als je moet gaan inspannen, dan moet je actief worden. Dan moeten die longen gaan openstaan, bronchodilatatie, moet je hartslag omhoog en je hart moet beter gaan kloppen. Dus dit is allemaal als je actief gaat worden. En hier kan je natuurlijk gebruik van maken in de behandeling van astma of COPD. Want wat we zeiden, astma, COPD, één van de drie factoren die zorgt voor die bronchusobstructie is bronchoconstrictie. Het samenknijpen van die bronchus, die spiertjes om de bronchie. Dus als we die sympathicus nou eens gaan stimuleren, dan ga je die bronchodilatatie krijgen. Dus dan werken die bronchoconstrictie tegen. En dan kan de patiënt weer beter gaan ademhalen, want die luchtwegen gaan verwijden. Dus we kunnen beta-2 sympathico-mimetica geven. Die beta-2 die geeft de bronchodilatatie. Je kan ook tegenovergestelde gaan denken. Je zou kunnen zeggen, nou, die parasympathicus is normaal gesproken actief als we gaan eten of gaan rusten. Daar heb je niet zoveel longactiviteit voor nodig. Dus als we die nou eens gaan tegenwerken, dan krijg je natuurlijk het tegenovergestelde van wat de parasympathicus normaal gesproken doet. Dus als we die parasympathico-lytica gaan geven, lytica van het afbreken van die parasympathicus, dan ga je natuurlijk het tegenovergestelde van constrictie krijgen, namelijk bronchodilatatie. Dus op die manier kan je op één van de twee gaan werken, of zelfs soms dat je ze allebei geeft als iemand echt heel benauwd is. En daarmee kan je dus echt die bronchodilatatie geven. Nou, die beta-2-sympathico-emetica, die zitten dus op die beta-2-receptoren, die stimuleren ze en geven dus relaxatie van die bronchiën. Wat dus leidt tot bronchodilatatie. Maar die kunnen ook wel wat bijwerkingen geven, zoals ook al te verwachten. Want je zag net in die afbeelding dat die beta-2-receptoren zitten niet alleen op de bronchiën. Je kan er tremoren van krijgen in de handen of vingers. Je kan je voorstellen dat als je gaat vechten of vluchten of actief moet zijn, dan ga je niet eten. Dus je speekselproductie zal omlaag gaan als we de sympathicus gaan activeren. En speeksel heb je nodig voor een goed gebit. Dus er is kans dat je caries krijgt. Bovendien zitten hier ook nog als suikers in die puffertjes die ook nog caries kunnen veroorzaken. En je kan je voorstellen dat als je maar hoog gaat doseren, dan gaat die sympathicomimeticum niet alleen op die beta-2-receptoren zitten, maar ook op de overige beta-receptoren, dus de beta-1-receptoren op het hart bijvoorbeeld. En dan kan je tachycardie krijgen of palpitaties. En daarnaast kan natuurlijk een puffertje ook lokale klachten geven in de mond of in de keel. Nou, de parasympathicolytica, een ander woord overigens daarvoor is anticholinergica, wordt veel door elkaar gebruikt. Dus parasympathicolytica zijn hetzelfde als de anticholinergica. Nou, die remmen dus die werking van acetylcholine, vandaar anticholinergica. En remmen daarmee dus de parasympathicus en zorgen daarmee voor relaxatie van die bronchiën, dus bronchodilatatie. Bijwerking, ook hier een droge mond, mogelijk dus daarbij ook caries. En ook hier irritatie van mond en keel. Dus wat je opvalt is dat die parasympathicolytica minder op dat hart werken, dus minder bijwerking van het hart geeft. Dus niet die tremoren, maar ook niet, dus niet die palpitaties of tachycardieën. Nou, daarnaast hadden we nog een derde groep, zoals ik net al liet zien. Dat zijn de inhalatiecorticosteroïden. Inhalatiecorticosteroïden zijn ontstekingsremmers.
En die werken in dit geval lokaal, hè, dat je ze als inhalatie geeft. En die verminderen de vorming, maar ook infiltratie van die mediatoren. Dus die cytokines met name, een beetje de histamines. Waardoor die bronchusobstructie wordt verminderd. Daarnaast remmen ze allergische reacties. En nou, bepaalde studies laten ook zien dat als je corticoïdes geeft, dat die beta-receptoren, waar we dus gebruik van maken door die beta-2-sympathicomimetica, dat die gevoeliger worden voor bijvoorbeeld de salbutamol of de salmeterol of de formoterol. En dat is natuurlijk ook voordelig. Die inhalatiecorticoïden hebben natuurlijk ook bijwerking. Een kenmerkende is de candida-infectie in de mond, in de keel. Je kan je voorstellen, het werkt ontstekingsremmend. Dus het werkt eigenlijk tegen het immuunsysteem, hè. En daardoor kan zo'n candida lekker in de keel gaan zitten en daar goed gaan groeien. En dat kan ook heesheid veroorzaken. En wat het voordeel is van die inhalatiecorticosteroïden, daarom geven ze ook als inhalatiecorticosteroïden, is dat ze nauwelijks systemisch worden opgenomen. Dus je krijgt ook nauwelijks systemische bijwerkingen. Dat is nog wel eens waar bijvoorbeeld ouders bij een kind bang voor zijn. Dat als je ze inhalatiecorticosteroïde geeft, dat die kinderen dan slechter gaan groeien of last van hun botten gaan krijgen of suikerziekte ervan krijgen. Die kans is dus ontzettend klein, omdat die systemische opname laag is. Wat daar ook het voordeel van is dat die systemische opname laag is, is dat je het ook mag combineren met bijvoorbeeld crampjes voor eczeem. Want daar geven natuurlijk ook corticosteroïden voor, ook lokaal. Dus die twee mag je gewoon combineren. Nou, tot slot voor die candida-infectie en die heesheid. Omdat het dat kan veroorzaken, die inhalatiecorticosteroïden, adviseren we altijd de patiënt om de mond te spoelen na gebruik van die inhalatiecorticosteroïden. Zodat die inhalatiecorticosteroïden wel in de longen terecht zijn gekomen, maar je spoelt ze eigenlijk weg uit die mond en uit die keel. Waardoor je die kans op die candida, met name die candida, vermindert. Dus vergeet dat niet mee te geven aan je patiënt. Nou, tot slot nog één overige geneesmiddel waar ik op terug zou komen, zijn die leukotriene receptorantagonisten. De Montelukast is veruit de bekendste. Die worden eigenlijk niet meer gegeven. Of nauwelijks meer gegeven. Worden alleen gegeven als die inhalatiecorticosteroïden willen. Die ICS. Of de LABA's. Dat zijn de langwerkende beta-2-sympathicomimetica. Als die te veel bijwerkingen geven. Wat doen die dan? Nou, zoals ik al zei. Er komen mediatoren vrij. Door die hyperreactiviteit. Een van die mediatoren zijn leukotrienen. En als je dus die leukotrienen, nou als je daar een antagonist op geeft, dan krijg je natuurlijk minder reactie van die leukotrienen. En die leukotrienen geven met name bronchoconstrictie, nou dat gaat het tegen. Heeft ook best wel wat bijwerkingen, daar wordt het eigenlijk niet gegeven. Mensen krijgen vaak buikpijn van, maar ook hoofdpijn. Dus het is niet een heel fijn middel. Goed, dat over de opties die we allemaal hebben. Dus we hebben die beta-2-sympathicomimetica, we hebben de parasympathicolytica, we hebben de inhalatiecorticosteroïde. Maar wanneer ga je nou welk geneesmiddel geven? Als we kijken naar die geneesmiddelen, moeten we het onderscheid maken tussen aanvalsbehandeling en onderhoudsbehandeling. Dus welke geneesmiddelen komen in aanmerking om te geven als iemand acuut klachten heeft? En welke geven we om klachten te voorkomen? Nou, onder de aanvalsbehandeling valt de salbutamol, dus een beta-2-sympathicomimetica, dus de SABA, short-acting beta-2-agonist, SABA. De ipratropium kan je daarvoor geven. Dat is de short-acting, de parasympathicolytica, oftewel de SAMA, dus de short-acting muscarine-antagonist. Ipratropium geeft met name bij ouderen, bij COPD'ers, omdat bij kinderen onvoldoende onderbouwing is. En wat nieuw is in de huidige richtlijn, die sinds een paar maanden oud is, is dat je ook de formoterol en in combinatie met een corticosteroïde mag geven bij aanvallen.
En dat is natuurlijk best opvallend, want die middelen stonden eerst altijd bij de onderhoudsbehandeling. Hier zie je de formoterol staan en de beclometason, fluticason en budesonide zijn de ICS. Dus dat is vernieuwd. Waarom staat er nou geen salmeterol hier bij die aanvalsbehandeling? Dat komt omdat salmeterol werkt lang en duurt ook lang voordat het werkt. Die formoterol daarentegen werkt ook lang, maar werkt snel. Dus snel en lang, deze werkt lang en duurt ook pas lang voordat het werkt. En de tiotropium is een langwerkende anticholinergische parasympathicolytica. Maar goed, dit is dus nieuw. Hoe ziet dan het stroomschema eruit voor volwassenen met astma? Eigenlijk wil je een patiënt met astma altijd een luchtwegtekortwerkende en een snelwerkende luchtwegverwijder meegeven. Zodra de klachten optreden, moet natuurlijk iets kunnen innemen om die klachten te doen verminderen. En dan mag je kiezen tussen de SABA, dus de salbutamol, dat wordt als eerste geadviseerd, of de ICS-formoterol-combinatie, wat dus nieuw is. Dus één van die twee geef je altijd aan je patiënt mee. Vervolgens ga je kijken naar hoe goed is de astma onder controle. Heeft de patiënt, dat is binnen stap 1, eigenlijk verder niet zoveel klachten? En is die goed onder controle, dus in ieder geval minder dan 2 keer per week klachten, dan kan je het daarbij laten. Dus dan geef je alleen de SABA of alleen de ICS met formoterol zo nodig. En die SABA is ook zo nodig, hè? Ze alle twee zo nodig. Nou, dan ga je dat evalueren. Hoe gaat dat? Meestal zie je de patiënt na 2 tot 6 weken weer terug om het effect te evalueren. Nou, stel de patiënt komt terug en het is niet goed onder controle, dan ga je naar stap 2. Wat is stap 2? Nou, stap 2 hangt er af van wat je al eerder hebt gegeven. Stel we beginnen in de situatie dat we als stap 1 de SABA hebben gegeven, dus de salbutamol. Wat je dan kan doen is een lage dosis corticosteroïd toe te voegen. En die corticosteroïd gebruik je dan elke dag. Het hangt een beetje af van welke dosis je geeft, of dat dan 1 keer daags of 2 keer daags is. En de SABA die blijf je gewoon geven, hè? Indien er klachten zijn. Dus die geef je als zo nodig. Dus de ICS elke dag en de SABA indien nodig. Hadden wij optie 1 voor de ICS-formoterol gekozen, nou, dan kan je dat natuurlijk nog continueren om te kijken hoe dat gaat. En die ICS-formoterol geef je bij alleen klachten. Had de patiënt alleen de SABA, dan kan je natuurlijk ook nog voor kiezen om de SABA te stoppen en dan over te gaan op de ICS-formoterol zo nodig bij klachten. Had de patiënt natuurlijk al de ICS-formoterol zo nodig, maar werkt dat niet? En dan kan je natuurlijk eigenlijk niet helemaal goed naar die stap 2 gaan. Hè? Dan kom je al redelijk snel uit bij stap 3. En wat is stap 3? Stap 3 houdt in dat je die lage doos ICS met de formoterol, ook wel een LABA genoemd, hè, dat je die continu gaat geven, dus elke dag. Dus niet meer op de zo nodig, maar op de elke dag. En dan wel de laagste dosering die je kan geven. Of stel je had al die ICS elke dag, maar dat werkt niet voldoende, dan kan je hem iets gaan verhogen naar een intermediaire dosis. En dan doe je natuurlijk de SABA als zo nodig, behoud je erbij. Werkt dat ook weer niet? Nou, dan ga je natuurlijk weer een stap omhoog en dan zie je eigenlijk alleen nog maar een verschil in dat je de doseringen gaat verhogen. Werkt dat niet? Nou, dan moet je een keer verwijzen naar de longarts bijvoorbeeld. Dus het belangrijkste om hiervan te onthouden is dat je altijd in ieder geval een medicijn wil hebben dat de patiënt kan gebruiken indien er klachten zijn. En dat is of de SABA, dus de salbutamol, of de ICS-formoterol combinatie zo nodig. En vervolgens ga je dus of als dat niet voldoende werkt of een laagdoos ICS geven of je doet de ICS-formoterol op zo nodig.
En vervolgens ga je wat werken aan doseringen. En aan dagelijks voorschrijven. Bij kinderen is dat anders. Daarin is de richtlijn nog niet veranderd. Dus het zou best kunnen zijn dat dat over een tijdje wel verandert. Bij kinderen tot 1 jaar, dus ik ontzettend jong, hè, dan is die diagnose al helemaal niet goed te stellen. Dan kan je als huisarts starten met een SABA voor 1 of 2 weken. Werkt dat niet, nou, dan verwijs je het kind naar een kinderarts. Zijn de kinderen wat ouder, dus onder de 6 jaar, dan mag je, als die SABA niet werkt, nog een lage dosis ICS proberen. Dus corticosteroïde proberen, 6 weken. Werkt dat niet, ga je ook weer verwijzen. En vanaf kinderen met 6 jaar mag je iets langer die ICS proberen. Werkt het niet, ga je ook verwijzen. En kinderen vanaf boven de 6 jaar zou je dus kunnen behandelen als een volwassen persoon. Maar ik zou zeker ook wat eerder dan gaan verwijzen als het allemaal niet werkt. Voor de doseringen, want we hadden het natuurlijk net, dan ga ik heel even snel terug, we hadden het natuurlijk net allemaal over die dosering, dus een lage dosis, intermediaire dosis of een hoge dosis, die staan heel keurig uitgeschreven in de NAG, dus zoek die tabel op als je dat wil gaan voorschrijven. Goed, dan weten we ongeveer welke geneesmiddelen we kunnen geven, hoe ze werken en wanneer we welk geneesmiddel kunnen geven. Dan is de vraag natuurlijk, hoe gaan we dit geneesmiddel toedienen bij de patiënt? Nou, we hadden gezegd, we doen dat als inhalatie, medicatie. En dat kunnen we doen via puffertjes. En dan hebben we 2 soorten puffertjes. We hebben de poederinhalatoren en we hebben de dosis aerosolen over het algemeen. En dan wil ik eerst een uitleg geven over de poederinhalator. Dat is zo'n mooie discus. Deze foto hebben we gewoon zelf gemaakt. Vandaar dat er staat demonstratie, discus. Hoe werkt die? Je hebt die discus. Je ziet hier een heel klein dingetje nog open. Daar staat in hoeveel dosen ze er nog in zitten. Wat je doet, je draait hem open. Er komt hier een mondstukje te zitten. En je hebt hier nog een hendeltje. Dat hendeltje druk je naar achter. En dan komt er hier in dat mondstukje komt er een poeder vrij. Dus je moet hem niet op zijn kop houden, want dan valt het poeder eruit. Je moet hem dus een beetje ophouden. En dan zet je deze aan je mond. Even kijken als je neus. Je zet deze aan de mond. En op dat moment moet je heel diep inademen. Dus krachtig inademen. Dus. En dan hou je het 5 seconden vast. En dan kan je weer rustig in- en uitademen. Nou, je kan je al voorstellen, je hoorde al aan mij dat ik diep en krachtig inademe. Dat dat moeilijk is voor jonge kinderen, voor ouderen, voor benauwde patiënten die echt 40 keer per minuut aan het ademen zijn. Die kunnen ook niet even 5 seconden hun adem inhouden. Maar ook voor patiënten met spierziekten, noem maar op. Dus zo'n discus, ja, je moet er gewoon kracht voor hebben. Dus hou daar rekening mee als je dit gaat voorschrijven. En bedenk dus, kan mijn patiënt dit middel tot zich toedienen? Nou, dan hebben we nog de poederinhalator, of de dosis aerosol, sorry. Dat is een ander alternatief. Daar heb ik een mooi filmpje van opgenomen. En die gaan we nu even bekijken. Je schudt eerst een paar keer heen en weer, zodat al die dosis aerosolen mooi verdeeld zijn. En vervolgens druk je op het knopje. En dan zie je, dit is in slow motion, net met een rotgang zeg maar, echt met 100 km per uur, wordt er ineens geneesmiddel uit dat tuutje gespoten. Nou, dat tuutje heb je normaal gesproken aan je mond. En je kan je voorstellen dat dit ontzettend lastig is. Want op het moment dat jij drukt, moet je ook dat tuutje in je mond hebben en inademen. Want anders spuit dat medicijn gewoon met deze snelheid tegen je keel aan. Nou, en dan komt het niet in je longen terecht. Dus die coördinatie is ontzettend lastig. Dus wat we ook zeggen, dit is niet geschikt voor jonge kinderen, ook niet voor benauwde patiënten. Maar eigenlijk, ik dacht dat er nu iets kwam te staan, maar eigenlijk is dit voor niemand handig. Dit is ontzettend moeilijk. Ik kan je ook voorstellen als dat zo in je keel schiet, dat je daarvan schrikt, dat je gaat hoesten en dan komt het ook niet goed terecht. Maar daar hebben we gelukkig een oplossing voor. Die dosis aerosolen, daar kunnen we een voorzetkamer bij geven. Dit is de voorzetkamer. Gelukkig zijn ze tegenwoordig een stuk kleiner. Dit is nog echt een hele oude.
Daar zet je de doos aerosol op. Hier zet je je mond aan het tuutje. Je spuit een keer, dat blijft hier mooi in. En dan kan je gewoon rustig in- en uitademen door de mond. Dus niet door de neus, door de mond. En dan neem je het geneesmiddel tot je toe. En dat is dus gemakkelijk in gebruik. Ook voor jonge kinderen, maar ook voor volwassen mensen. Je kan je natuurlijk voorstellen dat als je echt een babytje hebt, dat dat niet gaat. Dus dan heb je een maskertje. En zo heb je voor verschillende levensjaren heb je verschillende soorten mondstukken of maskertjes. En zoals hier nog een keer staat, voor iedereen is het lastig om geen voorzetkamer te gebruiken. Dus wat we nu aanraden is om gewoon iedereen een voorzetkamer te geven zodra je een doos aerosol gebruikt. Dus over het algemeen, aan kinderen geven een doos aerosol met een voorzetkamer, want de poederinhalator is gewoon te moeilijk omdat het te veel kracht kost. Bij volwassenen maakt het wat minder uit of je nou de doos aerosol met een voorzetkamer geeft of de poederinhalator. Je kan je natuurlijk wel voorstellen dat dit vaak misgaat. Dus als de patiënt bij jou ter controle komt, om te kijken of de astma goed onder controle is, is het altijd van belang om te vragen aan de patiënt hoe de toediening gaat, of de patiënt het begrijpt hoe hij zijn doos aerosol of zijn poeder inlaten tot zich moet nemen. En je kan ook altijd vragen of de patiënt het een keertje voor wil gaan doen. Dan weet je of het goed gaat of niet, want als de patiënt het gewoon niet goed doet, komt het niet in de longen terecht, werkt het niet, ja, en dan is de astma natuurlijk niet goed onder controle. Dus bedenk altijd als een patiënt komt waarbij de astma niet goed onder controle is, of de techniek van medicatiegebruik voldoende is. Nou, dat is dan over hoe je het moet toedienen. Nou, we moeten ook kijken of we het veilig kunnen voorschrijven. Over het algemeen hebben die geneesmiddelen die we net hebben benoemd heel weinig interacties of contraindicaties. En dat komt natuurlijk omdat het lokaal werkt, heeft het weinig systemische opname en dus ook weinig systemische interacties of contraindicaties. Het enige waar je bij moet opletten zijn beta-blokkers. We hebben net gezien dat de sympathicus een grote invloed heeft op je bronchodilatatie. Als we dus beta-blokkers geven, dus tegenovergestelde van die beta-agonisten die we geven voor astma, kan dat natuurlijk bronchoconstrictie geven. En met name de niet-selectieve beta-blokkers hebben dat. Want de selectieve beta-blokkers werken op de beta-1-receptoren. Die beta-1-receptoren zitten op het hart, zoals we al eerder hadden gezegd. En de beta-2-receptoren, die zitten op de longen. Dus de niet-selectieve werken op beta-1 en beta-2 en de selectieve alleen op beta-1. Wil niet zeggen zodra een selectieve beta-blokker geen astma-klachten kan geven. Ook een selectieve beta-blokker, zeker als de dosering wat omhoog gaat, kunnen ook op de beta-1 of op de beta-2-receptoren gaan zitten. Hetzelfde geldt voor die beta-agonisten, maar dan precies het tegenovergestelde. Die kunnen ook op de beta-1-receptoren gaan zitten, als je maar genoeg salbutamol geeft. En daarnaast NSAID's moet je oppassen bij patiënten met astma. Deze kunnen namelijk bronchoconstrictie geven. Hoe zit dat ook alweer? Hier heb je een hele groep NSAID's. NSAID's werken doordat zij de omzetting van arachidonzuur naar prostaglandines, thromboxane, prostacyclines door het enzym cyclooxygenase, die COX, dat remmen zij. Dus die arachidonzuur wordt niet meer omgezet. Met andere woorden, je gaat natuurlijk te veel arachidonzuur overhouden. En uit arachidonzuur worden niet alleen prostaglandines, thromboxane en prostacyclines aangemaakt, maar ook leukotrienen. Hey, daar hebben we die leukotrienen. Een van die mediatoren die zorgen voor die bronchusobstructie, zorgt met name voor bronchoconstrictie. Hè? Daarom konden ook die leukotrienen antagonisten geven, die montelukast. Maar zo zie je het dus ook NSAID's. Doordat ze te veel arachidonzuur geven en daardoor mogelijk te veel leukotrienen, bronchoconstrictie kunnen geven. Is zeker niet bij alle patiënten zo hoor, maar je moet er wel op beducht zijn. Dan, stel zo'n patiënt wordt toch echt benauwd. Dat kan natuurlijk gebeuren, ofwel door een NSAID of gewoon echt een exacerbatie door een virale luchtweginfectie bijvoorbeeld. Wat doe je dan? Nou, het belangrijkste is om gewoon zoveel mogelijk puffertjes te geven. Die bronchen moeten gaan verwijden.
Over het algemeen geven wij een exacerbate salbutamol-dosis aerosolen. Die aerosolen zijn veel makkelijker binnen te krijgen met zo'n voorzetkamer als je benauwd bent. En dan geef je 4 of 8 puffjes. Natuurlijk niet alle 4 of 8 tegelijk, maar er zit een paar minuten bijvoorbeeld tussen. En dan hoop je dat die benauwdheid afneemt. Neemt die benauwdheid niet af, nou, dan moet je natuurlijk beginnen naar het ziekenhuis toe gaan. En ga je vernevelen met salbutamol en ipratropium. Dat kan je gewoon tegelijkertijd door het vernevelapparaat te geven. Komt de patiënt, klapt hij wat op, gaat die benauwdheid weg, nou, en er is toch echt wel een exacerbatie geweest, dan ga je voor de zekerheid nog nabehandelen met prednison of prednisolon, tabletjes van 5 milligram. Over het algemeen geven we dat dan 5 dagen. En afhankelijk van het gewicht moet je berekenen hoeveel milligram je geeft per keer. En dat is om een latere reactie te voorkomen. Dus hiermee ga je die ontstekingsreactie tegen, zodat de patiënt niet over een paar uur weer terugkomt met dezelfde klachten. Dus we geven een stootkuurtje, prednison. En dit is dus oraal, hè? Dat zijn tabletjes. Nou, we hebben tot nu toe alleen over astma gehad. CPD zijn allemaal precies dezelfde geneesmiddelen, maar je ziet de volgorde er wat anders uit in hoe we het gaan geven aan de patiënten, wanneer we het gaan geven aan de patiënten. Wat hetzelfde is, is dat je bij CPD begint met een kortwerkende luchtwegverwijder, ofwel die SABA of die SAMA, dus salbutamol of ipratropium. Hierbij kan je dus wel de ipratropium geven, bij astma ja, eigenlijk liever niet, omdat er wat minder bewijs voor is, met name bij de kinderen. Werkt dat nou niet? Dan kan je of we gaan naar een ander luchtwegverwijder. Dus als je die SABA hebt gegeven, ga je de SAMA proberen of vice versa. Of je zegt, we geven gewoon allebei. Werkt dat niet, dan ga je een langwerkend luchtwegverwijder geven. En hierin zit dat grote verschil met astma. Hè? Met astma zit je al heel snel op zo'n corticosteroïd als onderhoudmedicatie. Maar bij COPD zit je op de onderhoudsmedicatie met de langwerkende luchtwegverwijders. Dat is dus echt een wezenlijk verschil. En pas als dit allemaal niet werkt, en als er 2 of meer exacerbaties zijn in het afgelopen jaar, dan pas kan je pas beginnen met die inhalatiecorticosteroïden. En dat komt omdat die inhalatiecorticosteroïden bij COPD zijn geassocieerd met pneumonieën. En dat wil je natuurlijk niet hebben, hè? Zeker niet bij een long die al niet helemaal goed meer is, met name bij zo'n COPD'er, waarbij die longen met de tijd echt achteruit gaan, wil je dat niet hebben. Dus die corticosteroïden worden alleen gegeven als er 2 of meer exacerbaties zijn het afgelopen jaar. Gaat het dan een hele lange tijd goed? Dus stel het gaat 2 jaar goed, de patiënt heeft 2 jaar door die inhalatiecorticosteroïde geen exacerbatie meer gehad, dus in het afgelopen 2 jaar, dan moet je ook weer gaan stoppen. Dus dan ga je die corticosteroïde weer van afhalen. Nou, tot slot, dit was eigenlijk de informatie die ik aan u wilde geven over de medicamenteuze therapieën en niet-medicamenteuze therapieën bij astma en COPD, inclusief de achtergrondsinformatie. Tijdens de les zullen we deze casus gaan behandelen. Dus neem deze nog een keertje door. Het is een patiënt van 67 jaar met astma, of met COPD, sorry. En die komt bij u op het spreekuur. Maak hiervan een mooie therapie. Dus bedenk voor jezelf, wat wil ik gaan bereiken bij deze patiënt? En wees daarin zo concreet mogelijk. Hoe kan ik dat bereiken? Dus welke geneesmiddelen of welke niet-medicamenteuze adviezen kan ik allemaal meegeven? En wat wordt uiteindelijk daadwerkelijk mijn therapie? En wat voor recept zou ik daarbij schrijven? Daarbij wil ik jullie veel succes mee wensen. En dan zien wij elkaar tijdens de volgende les. En dan wens ik jullie heel veel succes. Bedankt voor het luisteren.